Homoseksueel, lesbisch, transgender, genderneutraal. Er zijn van allerlei soorten, zoals we dat maar noemen. Om de taboe daar een beetje van af te halen, zijn er van allerlei acties. Zo ook het regenboogzebrapad. Dit is om aan te geven dat iedereen welkom is. Maar wat vinden de Apeldoorners hiervan? Daarom hebben wij de volgende stelling. Er zou een gekleurd zebrapad in Apeldoorn moeten komen. Welkom bij Stellingen op straat. Er zou een gekleurd zebrapad moeten komen. Ja, prima. Iets anders dan zwart-wit. Ja, zeer goed. Ja, dat is toch de kleuren van de lesbiennes, van de homo's. Ja, dat is prettig. Dus zeer goed dat daar meer aandacht aan besteed wordt. Dus er zou wel meer aandacht aan besteed moeten worden, inderdaad. Zeker weten, ja. Zeker weten, ja. Nee, vind ik eigenlijk onzin. Net hetzelfde als dat ze tegenwoordig met mevrouw en meneer willen aanspreken. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ik weet dat er transgenders zijn. En ook die vinden het niet nodig. Ja, er zijn meisjes, er zijn jongens. Er zijn dames, er zijn heren. Dus er zijn mevrouwen en er zijn meneren. Dus gewoon een zwart-wit zebrapad is prima? Ja, is helemaal prima. Nog meer gekleurde zebrapaden. Wat denkt u dan zelf aan? Ja, u vraagt het aan mij, maar u stelt aan mij de vraag van nog meer. Wat bedoelt u daarmee, nog meer? Nou, in Apeldoorn is er bijvoorbeeld geen één en ze willen er één plaatsen bij het station. Aha, in Apeldoorn willen ze dus een regenboog zebrapad aanleggen. Nou ja, ik vind het... Ik sta er in principe achter, alleen het moet niet doorschieten. Hè? Ik bedoel, straks komt er weer een andere groepering en die wil weer een andere zebrapad. Worden weggebruikt, wordt het er niet overzichtelijker. Hè? Nee, dat is waar. Ja, dat is mijn mening. Ja. Nee, maar ik sta er helemaal achter op dit moment. Want er is genoeg geweld tegen dat soort mensen en ik sta er helemaal achter. Maar het moet niet doorschieten, zoals heel veel dingen in Nederland doorschieten. Ja. Dus het moet wel gewoon een beetje in proportie blijven? Ja, het moet in proporties blijven, ja. Ja. Van mij mag het wel. Ik bedoel, we moeten alle mensen in hun waarde laten. Dus als we dat daarmee aan kunnen tonen, jawel hoor. Ik vind het er ook nog gezellig en knus uitzien. Maar vooral voor die mensen die vaak benadeeld worden over hun levensstijl, hun seksen. Ik vind het prima. Een gekleurd zebrapad. Nou, daar heb ik geen mening over. Ik zou niet weten waarom. Weet u waar dat voor is? Nee. Een gekleurd zebrapad stimuleert iedereen zijn seksuele geaardheid. Oh, dat vind ik onzin. Een zebrapad is veilig om over te steken en niet om allerlei statements te maken. Dat geloof ik niet in. Er zou een gekleurd zebrapad moeten komen. Wat vindt u daarvan? Ik vind het geen goed initiatief. Ik vind eigenlijk dat, zoals zebrapaden nu zijn, dat het goed bevalt. En ik vind helemaal niet dat er rekening gehouden moet worden met homo's en met ofwel hetero of genderneutraal. Ik vind niet dat het moet. Dus een zebrapad moet gewoon normaal blijven? Gewoon normaal blijven, ja. Graag. Prima. Goede actie. Ja, je mag laten zien waar de mensen voor staan. En ik vind dat regenboogverhaal vind ik heel goed. Ja. Prima. Dus in plaats van zwart-wit zou het wel naar gekleurd mogen? Elders in de... Ja, nou ja, misschien niet overal, maar toch op, zoals midden in de binnenstad, zou dat een mooi eye-catcher zijn, hè? Dus een goed initiatief om die mensen te ondersteunen? Ja, ja, helemaal prima. Ja, ik vind dat prima. En waarom? Ja, ik denk dat het wel goed is om diversiteit te promoten, dus... Ja, als je daarmee beter kan uitdrukken dat er meer respect moet komen voor homoseksuele mannen of vrouwen, is dat denk ik een goed plan. Omdat ja, er zijn best wel veel mensen met deze voorkeur in de maatschappij. En ja, het is wel goed om voor mensen te zien, denk ik. Dus diversiteit een beetje stimuleren? Nou ja, of meer dat je de mensen toch benadrukt dat het toch wel echt een onderdeel is van onze maatschappij. En dat het wel gerespecteerd dient te worden. Zoals u net heeft gezien zijn de meningen verdeeld. Maar het neigt toch een beetje naar dat mensen het een goed initiatief vinden. Of een statement, noem het maar op. Er zou gewoon een regenboogzebrapad in Apeldoorn moeten komen. En als het goed is, komt hij er ook. Dit was Stellingen op straat en tot volgende week.